De Alpha-man. De de presenteert Nooit meer slapen. Alfred is een slimme jongen die geologie studeert. Op een dag besluit hij naar Noorwegen te gaan om naar meteorietgaten te zoeken. Zijn docent stuurt hem naar de stokoude professor Numedaal in Oslo voor luchtfoto's van het gebied. Nummedaal zegt dat de luchtfoto's in Trondheim zijn, maar als hij daar aankomt, weet niemand waar de foto's zijn. Zonder luchtfoto's gaat Alfred nu met drie Noorse jongens op pad. De expeditie is voor hem geen pretje, hij kan de Nooren nauwelijks bijhouden. Daarbij komt de niet ondergaande zon en de grote zwermen muggen. Zij zorgen ervoor dat Alfred niet kan slapen. Als hij over zijn onderzoek naar meteorietgaten vertelt, lachen de andere onderzoekers hem zelfs uit. Als alles lijkt tegen te zitten voor Alfred, blijkt ook nog eens dat een van de reisgezellen WEL luchtfoto's bezit van het gebied. Nummerdaal heeft hem bedrogen. De vier onderzoekers splitsen zich op in twee groepen. Alfred blijft over met Arne. Als de twee ruzie krijgen over de te volgen richting, gaat de expeditie verder bergafwaarts ze raken elkaar kwijt en alsof dat niet erg genoeg was raakt Alfred zijn kompas kwijt. Uiteindelijk vindt Alfred zijn reisgezel Arne terug. Hij blijkt echter in een ravijn gevallen te zijn en is hartstikke dood. Zonder meteorietgaten gevonden te hebben wil Alfred terugkeren naar huis. In de bus naar huis slaat er een meteoriet in, maar het kan hem allemaal niets meer schelen. Geologie is niet voor iedereen weggelegd. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in. meteorieten, Noorse zomers, muggen en expedities.